Het zangduo Suzanne Freek staat niet alleen samen op het podium, maar ze hebben ook een liefdesrelatie met elkaar. Sterker nog, hij heeft haar vorige week zelfs ten huwelijk gevraagd. Maar volgens het Juice-kanaal Juice Channel is in elk geval Freek niet zo braaf als hij lijkt. Ze blijken een open relatie te hebben. Het is nu dik een maand geleden dat Juice Channel met een pittige story over Suzanne Freek naar buiten kwam. Hij zou zich namelijk niet helemaal monogaam hebben gedragen bij de vrienden van Amstel Live. Volgens onze bron gaat dus het gerucht dat Freek na een show Suzanne in het hotel heeft afgezet om vervolgens weer terug te gaan naar Ahoy. Daar zou toen een crewparty hebben plaatsgevonden. Ook Maan de Steenwinkel was op deze party aanwezig en daar zouden Maan en Freek het heel gezellig met elkaar hebben gehad. Maan en Freek zouden de liefde hebben bedreven in een bezemkast. Het lijkt een nogal sterk verhaal, maar volgens Juice Channel is het toch echt waar. Het kanaal komt vandaag met een follow-up. Iedereen was in shock, maar zo shocking was het dus blijkbaar niet. De twee hebben stiekem een open relatie, aldus het kanaal. Ze mogen dus af en toe een avontuurtje met een ander beleven. Ook melden de meeste bronnen ons dat vooral Freek degene is die er maar al te graag van geniet, of de twee doorgaan met de open relatie als ze getrouwd zijn zal de tijd wel uitwijzen. We'll be right back.